We beginnen met iets feestelijks. Voor degenen die al hier vaker zijn geweest, die weten een beetje wat er komt. 11 jaar geleden hebben we als Esri de Enterprise GIS Award in het leven geroepen. 11 jaar geleden, omdat we toen ook al organisaties tegenkwamen die geoinformatie in hun strategie hadden en met lef en visie geoinformatie tot in de haarvaten van hun organisatie wilden laten doen landen. We hadden daar toen prachtige voorbeelden van. De allereerste was het toenmalige ministerie van LNV. En u kunt ze allemaal zien. Ze staan allemaal op het water, allemaal op de slide hier achter me. En het is voor mij een hele grote eer, want ik mag hem altijd uitreiken. En tot met vorig jaar, toen Rijkswaterstaat hem gewonnen had. En u ziet allemaal prachtige namen van klanten, die ook vandaag hier trouwens ook allemaal rondlopen. Dus schieten ze vooral aan. Het is 2019, ik heb hem hier in mijn handen. Ik mag hem voor de 11e keer gaan uitreiken. Stelt u eens voor dat u het waterbeheer doet voor een gebied van 200.000 hectare. Dat is al ingewikkeld genoeg. Stel je dan ook eens voor dat je in 2017 een extreem droge zomer voor je kiezen krijgt, die voor tal van uitdagingen zorgt. Maar daar ben je klaar voor, want geoinformatie is een van de centrale thema's in je waterschap. En dit waterschap dat was in staat om met behulp van informatieproducten, op de manier zoals vanochtend van Jeroen gehoord, iedereen de meest relevante informatie te geven op het moment die dat nodig had. En dat verdient een award. De Enterprise GIS Award 2019 gaat het naar het waterschap Rijn en IJssel. Vandaag vertegenwoordigd door Rudy Gerhard. Rudy, van harte gefeliciteerd. Dit is hem. Ik denk dat de fotograaf graag wil dat we hem even... Ja, zie je wel? Dat dacht ik. Dus houden we hem even langer vast. Dit is hem. Alsjeblieft. Met trots overhandig ik hem je. Wel verdiend. Maar toen wij elkaar spraken door de telefoon, zei hij, ja, maar ik kom alleen halen als ik zelf ook nog maar wat mag vertellen, toch? Ik haal een microfoon voor je. Neem ik deze over. Hij is bijna net zo zwaar als die spoorstaaf. En... Alsjeblieft. Ja, dankjewel. Alsjeblieft. Ja, waar sta je dan? Voor de vakantie werden we gepolst van een prijs. Ik mocht die dan in ontvangst komen nemen. Ik ben net terug van vakantie. Ik had maandagochtend Ed aan de telefoon. En om dat even door te spreken. Inderdaad gezegd, ja, het is wel leuk om iets te vertellen over onze organisatie. Maar allereerst wil ik Esri hartelijk danken voor deze prijs. Het doet namelijk iets met je als je een prijs krijgt. In eerste instantie denk je, nou ja, een prijs, moet dat nou, dat is leuk. We zijn vrij nuchter. En vervolgens zie je toch dat het iets doet. We zijn eigenlijk heel trots op deze prijs. En die trots komt voort uit een stukje gedrevenheid. Een paar jaar geleden hebben wij een informatiestrategie opgesteld. Die had als titel, vaak ben je te bang. Want het is best ingewikkeld, het is complex, het is moeilijk. Ook vanochtend hoor ik heel veel termen waarvan ik denk, oei, begrijp ik het allemaal? En platforms en koppelingen en heel veel nieuwe ontwikkelingen. Techniek gaat ontzettend snel en dat maakt het best lastig. En toch hebben we gezegd van ja, maar we willen die sprong voorwaarts maken. Dus vaak beter bang, maar we gaan het wel doen. En die I-strategie zoals we die hebben opgesteld, daar werken we nu een paar jaar aan. En dan is het heel mooi als je dan ook een stukje waardering, erkenning krijgt vanuit je partners voor de ontwikkelingen die je aan het maken bent. En we zijn er nog lang niet, maar de prijs, de erkenning geeft in ieder geval mij, maar ook onze mensen het gevoel dat we op de goede weg zijn met alle complexiteit en uitdagingen die we nog hebben. Dat we toch denken van oké, maar we zijn de goede stappen aan het zetten. En het is heel mooi dat je dat vanuit de markt en van andere partners ook terugkrijgt. Dus dank voor deze prijs. Ja, dan toch iets over het waterschap. We zitten in het oosten van het land, Achterhoek. 3.500 kilometer kanalen, rivieren. 21 gemeenten in ons gebied. Ik ga niet allemaal voorlezen, je kunt het zien. We hebben eigenlijk drie taken.
We beheren het watersysteem. We staan voor de veiligheid van de dijken. En we zuiveren al ons afvalwater. Dat zijn eigenlijk onze drie kerntaken. En in onze e-strategie hebben we aangegeven dat er een vierde kerntaak bij gaat komen. En dat is informatiemanagement. En informatiemanagement is echt heel belangrijk voor ons om daar in de toekomst meer aan te werken. En GIS en GIS-toepassingen, hè, omdat je een beheergebied hebt. Alles wat wij doen bevindt zich in dat beheergebied en heeft een XY-coördinaat. En als wij verbindingen willen maken met het gebied, en vanochtend hadden we de eerste oefening van maak verbinding. Nou, informatiemanagement en GIS is de manier om verbinding te maken met het gebied. En waarom is dat dan zo belangrijk voor ons? En dat heeft te maken dat wij een aantal grote uitdagingen hebben de komende jaren waar we met z'n allen aan werken. En eigenlijk zijn het de uitdagingen, denk ik, voor alle partijen. Vanochtend ook al gehoord van ProRail, duurzaamheid, circulariteit, klimaatveranderingen, energie. Allemaal thema's die voor ons ook heel belangrijk zijn. Vroeger, en dat is nog niet eens zo heel lang geleden, konden we onze taken best wel zelf alleen uitvoeren. We beheerden de beken, we zuiverden het afvalwater. We konden technische maatregelen bedenken. We konden dan nog wel aan de omgeving uitleggen wat die technische maatregelen waren. En we gingen het uitvoeren. De ontwikkelingen die op ons afkomen, die zijn zodanig dat we het eigenlijk helemaal niet meer alleen kunnen. Ook niet alleen willen. Dus we gaan meer en meer samenwerken. Onze organisatie is in zo'n ontwikkeling en we groeien toe naar een netwerkorganisatie. En als je samen met stakeholders wilt samenwerken en samen wilt kijken van hey, wat is eigenlijk het probleem? En welke oplossing hoort daarbij? Of hebben we gewoon iets te accepteren dat het zo is? Dan is informatie eigenlijk de sleutel om succesvol te zijn in de toekomst. En dan is GIS en GIS-toepassingen echt absolute randvoorwaarde om succesvol te kunnen zijn. U ziet hier een plaatje van klimaatverandering. Kunt u zeggen, jezus, wat een groot thema. En smeltende poolkappen en smeltwater. U kwam toch uit de Achterhoek. Daar had je toch niet zoveel water, je had droogte. Maar die klimaatverandering is een wereldwijd issue. En daar hebben wij mee te handelen. Nederland is eigenlijk één groot kunstwerk als je kijkt vanuit waterbeheer. En wij moeten dat als waterschap en andere partijen moeten wij dat beheren. En klimaatverandering gaat gewoon heel veel betekenen. De droogte in 2018 en in 2019. De twee droogste jaren gehad. Dat heeft heel veel impact op ons gebied. Wij zetten vol in op energietransitie, circulariteit, klimaat. Een voorbeeldje te geven. Circulariteit. Wij zijn bezig. Vroeger zuiverden we het afvalwater. Tegenwoordig denken we na van ja, circulariteit, duurzaamheid. Zijn wij in staat om misschien grondstoffen terug te winnen uit afvalwater. En die grondstoffen weer terug te brengen in de economie. Om te her te gebruiken. Nou, daar kun je over nadenken. Maar je kunt het ook gaan doen. En wij doen beide. We hebben over nagedacht. En we kunnen een biopolymeer, dat noemen we Caumera, terugwinnen uit afvalwater. En dat kunnen we weer vermarkten. Dat kunnen we weer hergebruiken in de economie. U ziet hier een plaatje van de eerste Caumera-fabriek ter wereld. Die wordt over 2 weken geopend. En daar zijn we heel trots op. Want hiermee geven we een invulling aan het thema circulaire economie. En waarom vertel ik dat hier als het gaat over GIS? We werken hierin heel nauw samen. Met wetenschap, onderzoeksinstellingen, bedrijfsleven, afzet. En op die manier verbindt het met elkaar en kun je succesvol zijn. Het andere thema, droogte. Klimaatverandering. We hebben nu 2 jaar van droogte gehad. Ik weet niet of het nieuws heeft gevolgd. Vorige week in Spanje viel er 300 mm neerslag in korte tijd. Die 300 mm kan tegenwoordig ook gewoon in Nederland vallen. 10 jaar geleden dachten we, als er eens 100 mm zou vallen in een uur, dan hebben we een groot probleem. Tegenwoordig hebben we het al over dat 300 mm zou kunnen vallen. En wat doe je dan? Dan heb je gewoon veel problemen. En als die buien vallen, die vallen ergens op een gebied. Dus wij kunnen technische maatregelen bedenken. En tegelijkertijd zeggen we, ja, maar daar gaat het eigenlijk niet meer om. We zullen met elkaar de dialoog aan moeten.
met het gebied, met stakeholders, met gemeenten. Om te kijken van, hey, die klimaatverandering, hoe gaan we daarmee om? 2018, 2019 waren wij het droogste gebied van Nederland. Echt grote problemen. Dan kun je zeggen, ja, wat blijkt dat dan uit? Bijvoorbeeld hier een plaatje. Het is een droogvallende beek. Je ziet nog een dode snoek vooraan liggen. Ja, het lijkt haast wel een plaatje van de andere kant van de wereld. Maar het is gewoon in de Achterhoek. En het is nog steeds droog. We hebben nog steeds op dit moment van dit soort beken die gewoon helemaal droog liggen. En natuurlijk, er valt af en toe een bui. Maar dit soort problemen, die hebben een grote impact. En die gaan wij ook niet meer oplossen als waterbeheerder. En vroeger dachten we van de maakbare wereld, we lossen alles op. En dat is niet meer het geval. Dus wat doen wij? Wij gaan in gesprek met het gebied om aan te geven van, hey, wat gebeurt er eigenlijk? En dat doen we bijvoorbeeld in tal van gisttoepassingen. We hebben vorig jaar met de boeren afspraken kunnen maken van, goh, joh, als het nou straks weer winter wordt, is het misschien wel handig om het water wat langer vast te houden. Dat zult u als landeigenaar zelf moeten doen. Dus we hebben bijvoorbeeld van die skippieballen beschikbaar gesteld. Die kunnen ze in hun duikers drukken om dat water langer vast te houden. Maar goed, dan wil je wel weten van wie maakt daar gebruik van en wie niet. En wat zijn de effecten? Nou, in tal van gisttoepassingen kunnen we dat dan monitoren en ook de effecten in beeld brengen. En eigenlijk wat we zien is dat dat informatiemanagement, het gaat niet eens zozeer om de technische oplossing. Maar op het moment dat je het kunt duiden, waar zijn de problemen? Hoe zien ze eruit? Dan kun je met elkaar in gesprek om te kijken hoe gaan we het oplossen? Hoe gaan we het monitoren? En dat is eigenlijk waarom informatiemanagement en gisttoepassingen zo belangrijk is voor het waterschap. Het ontwikkelt ook kennis en inzichten. En er is steeds meer mogelijk. En dat maakt dat we vol inzetten op de digitale transformatie. Ik ga die plaatjes niet allemaal toelichten. Maar in onze digitale transformatie zeggen we feitelijk van ja, het gaat om de techniek. Het gaat ook om de business. Maar het gaat ook om de mensen. Onze mensen moeten het doen. Ik kan als directeur bedenken dat we een digitale transformatie willen en dat we ambitie hebben. Maar ja, ik kan het niet. En heel eerlijk gezegd, de verhalen vanochtend, dan denk ik van oeh, het is toch best wel heel moeilijk en complex. Maar we moeten het wel doen. En het mooie in onze organisatie is dat we de ambitie hebben uitgesproken. Maar ook de ruimte geven aan de medewerkers, aan de organisatie, om te komen met ideeën, voorstellen, om te verbeteren, te ontwikkelen, om die digitale transformatie mogelijk te maken. Dan heb je het over cultuur, vaardigheden, maar ook ambitie. Ik zei net, vaak ben je te bang. Dat zit op directieniveau, bestuursniveau, maar ook op medewerkersniveau. Zo van, ja, ik zou dit wel willen, maar het kost geld en zijn nieuwe ontwikkelingen. Er zal toch wel geen geld zijn. Of, ja, maar er komen nieuwe technologieën, dus we doen het morgen wel of overmorgen. Dus we hebben gezegd, jongens, als je iets wilt, kom er maar mee. We hebben allerlei scrum-sessies en mogelijkheden van. En als het idee goed is, gaan we het uitvoeren. Dan geven we ook de ruimte om het te gaan doen. Ja, en het mag ook misgaan. Niet alles gaat goed, niet alles is een succes, maar we maken de beweging. In tal van trajecten ziet u verschillende bijeenkomsten, voorbeelden, waarin medewerkers, en niet alleen medewerkers, maar ook externe partijen, samen werken aan die digitale transformatie. Om samen op die manier naar de toekomst succesvol te zijn. En de uitdagingen als het gaat om klimaat, duurzaamheid, circulaire economie, om die met elkaar, met de maatschappij, samen aan te kunnen. En dan wil ik afsluiten, waar ik net mee begon. Vaak ben je te bang, maar ik doe hier toch een oproep van, wees maar niet te bang, ga het maar gewoon doen. En dan kom je een heel eind met z'n allen. Dankjewel. Ja.